Goed, we gaan verder met waar we gisteravond gebleven waren. Ik ontdekte dat ik behoorlijk lang gesproken had gisteravond. Zie je wel mee hoor. Maar het moet allemaal wel behapbaar blijven, want we hebben nog even met elkaar. Ik wil twee stukjes met u gaan lezen en vanmorgen nadenken over het thema oprechtheid te midden van het lijden. Oprechtheid te midden van het lijden. Gisteravond heb ik proberen duidelijk te maken dat de Bijbel leert dat we door lijden heen tot heerlijkheid gaan. Het was ook de weg van de Heer Jezus zelf. Hij is in de weg van vernedering, lijden en sterven uiteindelijk verhoogd. Je ziet dat ook terug in het leven van Jozef, die een type van de Heer Jezus was, door lijden heen tot heerlijkheid. En ik geloof dat we dat ook mogen zeggen van ons leven vandaag. Door lijden heen tot heerlijkheid. Maar als dan verzoeking of beproeving ons deel is, Petrus die sprak in 1 Petrus 1 vers 8 over een onuitsprekelijke en een heerlijke vreugde die ons hart mag vervullen. Doordat we leven, doordat we wandelen door geloof. Nou, dat is even de samenvatting waar ik gisteravond iets langer over heb gedaan. Maar dat is het bruggetje naar vanochtend. Want vanmorgen wil ik over dit onderwerp nadenken, oprechtheid te midden van het lijden. Want het is in tijden van lijden verleidelijk om je oprechtheid op te geven. Of om minder oprecht te worden. Doordat je moeite meemaakt, doordat zorg of lijden je deel is, kan je je op een andere manier gaan gedragen. Kijk, in tijden van voorspoed kunnen we zeggen, nou Heer, ik blijf u trouw, wat er ook gebeurt, alle dagen van mijn leven. Maar als het moeilijker in je leven wordt, als de wandel met de Heer Jezus echt een prijs vraagt, dan kan je ook geneigd zijn om je wandel iets aan te passen, zodat het wat gemakkelijker is om hem te volgen. Dat herkennen jullie natuurlijk hier allemaal niet, want jullie zijn de meest geestvervulde mensen van Nederland. Maar het komt voor. En de Heer Jezus heeft zijn discipelen voorbereid op tijden van lijden. En juist met het oog daarop zegt hij, blijf oprecht als de duiven. En daar wil ik met u over nadenken. Het is dus mogelijk om in tijden van lijden, als het moeilijker wordt, de Heer Jezus te volgen, toch oprecht te blijven. En dat zijn thema's die boeien mij enorm. Want ik ken mezelf. Wie ben ik om dan staande te blijven? Maar tegelijkertijd onderwijst de Bijbel dat het mogelijk is. Nou, als ik dat dan hoor, dan zeg ik, Heer, leer mij die principes. Want op die manier wil ik wandelen. Amen? Amen. Nou, dat klinkt nog niet heel hartelijk, maar ik hoop dat jullie ermee instemmen. We gaan lezen uit Lucas 12, vers 1 tot en met 12. En ik heb de laatste tijd meer over dit gedeelte gesproken, maar het raakt me altijd weer. Lucas 12, vers 1 tot en met 12 en daarna nog een stukje uit Matteüs hoofdstuk 10. Er staat in vers 1 het volgende. Intussen, toen er een menigte van vele duizenden mensen bijeengekomen was, zodat zij elkaar bijna onder de voet liepen, begon hij, de Heer Jezus, te spreken. Allereerst tot zijn discipelen. Nou, dit is voor mij al een pareltje. Dat is één vers. Dat de Heer Jezus, er staat hier, te midden van een menigte van vele duizenden mensen, oog heeft voor zijn discipelen. Kijk, dat soort dingen moet je eruit halen als je dat leest. Want we hebben 7, 8 miljard mensen in deze wereld. En te midden van die 7, 8 miljard mensen kent hij u en mij bij naam. En heeft hij vanmorgen een woord voor u persoonlijk. Kijk, dat zijn van die pareltjes. Te midden van de menigte spreekt hij allereerst tot zijn discipelen. En dat is een geweldige bemoediging. Dat geldt ook dit weekend voor ons. En wat zegt hij dan? Wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën. Dat is huichelarij. Een ander woord, een andere vertaling zegt dat is geveinsdheid. Hè, of dubbelhartigheid. Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden. En er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Daarom,
Al wat, in het duister wat u in het duister gezegd hebt, zal in het licht gehoord worden. En wat u in de binnenkamers in iemands oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. En ik zeg u, mijn vrienden. Mooi, hè? In vers 1 gaat het over discipelen. En in vers 4 gaat het over vrienden. En dat moet je voor jezelf ook toepassen. Ik ben niet alleen een discipel van de Heer Jezus. Ik geloof dat hij vandaag mij ook noemt zijn vriend. Dat spreekt van een relatie. Dat spreekt van vertrouwen. Dat spreekt van verbondenheid. Dat is zo mooi. Voor mij was vroeger de God van de Bijbel een God van wetten en regels. Weet je wel? Dat mag wel en dat mag niet. Totdat ik ontdekte, geloven, dat is geen religie, maar dat is vooral relatie. Nee. Hij noemt ons zijn discipelen, hij noemt ons zijn vrienden. En dat is zo mooi, dan is er een diepe verbondenheid met elkaar. En als je daar vanuit mag leven, dan ben je nooit eenzaam. Want dan is hij er altijd bij. Even kijken, vers 4. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem. Ja, maar dat is niet Lucas 12, hè? Zeker? Jazeker. Ja. Ik moet er wel bij blijven, Nico. Vers 4. Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal u laten zien voor wie u bevreesd moet zijn. Wees bevreesd voor hem die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. Worden niet 5 musjes voor 2 penningen verkocht en niet 1 van die is bij God vergeten? Ja, ook de haren van uw hoofd, ze zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. En ik zeg u, en ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God. En ieder die enig woord zal spreken tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken. Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen. In zo'n stukje is het heel mooi om voor uzelf te onderstrepen waar staat: wees niet bezorgd, wees niet bevreesd. En als je dan dat asseert of onderstreept, dan zie je hoe vaak de Heer Jezus daar het accent op legt. Dat betekent dat hij niet wil dat wij bevreesd door het leven gaan en dat hij niet wil dat wij bezorgd door het leven gaan. Dat kan je daaruit concluderen. Nog een vers uit Matteüs 10. En dat is uiteraard vers 16. Matteüs 10. En waarom lees ik naast Lucas 12 Matteüs 10? Dat zijn twee parallel gedeelten. Dus je ziet dat de evangelisten soms hetzelfde door mogen geven. Alleen de ene evangelist legt wel eens het accent daarop. En de andere evangelist legt het accent daarop. Maar Lucas 12 en Lucas 10 lopen parallel aan elkaar. Wat zegt de Heer Jezus in vers 16 van Matteüs 10? Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Dit is een indrukwekkend vers, vind ik. En dat heeft alles te maken met het thema. Nee, ik moet het anders zeggen. Het thema heeft alles met dit vers te maken. Oprechtheid te midden van het lijden. Een van de meest bijzondere kenmerken van de Bijbel is dat de Heer Jezus altijd eerlijk en open de consequenties, de gevolgen heeft gedeeld van het volgen van hem. En dat is heel kenmerkend voor het onderwijs van de Heer Jezus. Met andere woorden, zijn discipelen kwamen niet voor verrassingen te staan, want hij had heel veel dingen al reeds voorzegd. Dat is wel heel mooi en heel eerlijk. Dat is ook typerend voor het karakter van God. De Bijbel is ook een open en een eerlijk boek. De Heer Jezus zegt op een andere plaats over de overrekende kosten
voordat je mij gaat volgen. Met andere woorden, hou er rekening mee wat de consequentie is van het volgen van mij. Dat is niet altijd voorspoed, integendeel. Dat kan ook gepaard gaan met een stuk lijden. En nu gebruikt de Heer Jezus in vers 16 van Matteüs 10 4 dieren. En daar zitten natuurlijk 4 beelden achter. Hij heeft het over schapen, over wolven, over slangen en over duiven. Nou, ik wil alleen iets zeggen over de duif. Maar die andere dieren die geven wel iets weer. In dit geval staan bijvoorbeeld schapen tegenover de wolven. Nou, inmiddels weten we ook in Nederland weer wat wolven zijn. Dat wisten we lange tijd niet, maar inmiddels weten we het wel. En we weten ook dat dat vijanden zijn van de schapen. Dus het zijn 2 tegenovergestelde. En allerlei belangengroepen zijn in beweging gekomen. Want de een die zegt, je moet die wolf afschieten. En de ander zegt, nee, hij is weer terug. Hou alsjeblieft de populatie wolven in stand. Maar hier zie je dus heel duidelijk, de Heer Jezus, als hij zijn discipelen roept, zet hij deze 2 tegenover elkaar. Op een andere plaats in de Bijbel, denk bijvoorbeeld aan Jesaja 11 en Jesaja 65, lezen we over het feit dat het lam met de wolf zal verkeren. Nou, dat is toekomstmuziek. Daar zie je dat ze geen tegenovergestelde meer zijn, maar dat ze dan samen optrekken. Wat betekent dat? Nou, in deze bedeling staat een lam, een schaap, nog tegenover een wolf. Maar straks in het vrederijk zullen die 2 liefdevol, om het zo te zeggen, met elkaar optrekken. Maar in de tijd waarin wij leven, hebben we dus met een tegenstelling te maken. En waarom noemt de Heer Jezus die tegenstelling? Nou, in Matteüs 10 vers 1 heeft hij zijn 12 discipelen geroepen. En in vers 16 zendt hij ze uit. En hij wil ze dus voorbereiden op dat wat ze tegen gaan komen nadat hij ze heeft uitgezonden. Als eerste die roeping, dat is wel heel mooi. Ik kom uit een reformatorische achtergrond en daar was nog wel eens de discussie, wie is er nou de eerste? Daar hebben ze conferenties over belegd en boeken vol over geschreven. Is de mens nou de eerste of is God nou de eerste? Nou, ga daar geen ruzie over maken, de Heere God is altijd de eerste. Hij is de roepende. Het initiatief gaat altijd van hem uit. En dat is maar goed ook. Want als het van ons had afgehangen, ik weet niet waar het dan was uitgekomen. Dus hadden we niet hier. Hij is altijd de roepende. En dat zie je al bij Adam bijvoorbeeld. Hè? Adam verborg zich achter de struiken. En de Heere God zei tegen hem, Adam, waar ben je? Nou, dat wist hij natuurlijk al lang. Maar er moest een moment in het leven van Adam komen dat hij reageerde op de roepstem van de Heere God. Later zie je bij Abraham ook dat hij geroepen wordt uit Ur. Zo zie je dat God de roepende God is. En die roep gaat door tot op de dag van vandaag. En hoe roept hij vandaag? Nou, door de verkondiging van het evangelie. En ik heb geleerd vanuit de belijdenissen, hij roept ernstig en welmenend. Dat is wel mooi. Als God roept, dan bedoelt hij dat serieus. Dan het is hem echt ergens om te doen. En hij verwacht dan ook een reactie op die roep. En dat is belangrijk, dat als het evangelie wordt verkondigd en mensen kennen de Heer Jezus nog niet, dat ze reageren op die roep om de Heer Jezus aan te nemen als hun persoonlijke Heer, als hun persoonlijke heiland. Maar als het gaat om een weekend als deze, dan is dit ook een weekend van toerusten tot dienstbetoon. Dan kan er ook een roep uitgaan naar u, naar mij, als kind van God. Dan roept hij ook ergens toe op om iets wel te doen of iets juist niet te doen. Iets na te laten. Ook dan verwacht hij van ons een reactie. En dat is belangrijk. Dat geldt niet alleen bij het tot geloof komen. Nee, wij worden geestelijk opgevoed. En de Heere God is door zijn woord en door zijn geest met ons in gesprek. Om ons te vormen, om ons toe te rusten. En hij verwacht als de sprekende, als de roepende ook een reactie daarop. En dat is heel gezond. Als je kinderen opvoedt, dan vraag je ook om reactie ergens op. Zo is dat ook geestelijk. En de roepstem van de Heere God gaat door de verkondiging van het evangelie. En als hij dan geroepen heeft, dan gaat hij vervolgens ook uitzenden. En de kortste woordjes in de Bijbel hebben vaak de meest diepe betekenis. Je zou kunnen zeggen, er zijn maar 2 woorden uit de Bijbel die je moet onthouden. Kom
en ga. We zijn nooit bij de Heer Jezus alleen gekomen om daar te verblijven en ons met eerbied gezegd te verkneuteren aan zijn voeten. Hij heeft ook een taak voor ons. We hebben ook een roeping in deze wereld. En daarvoor hoef je niet naar Zuid-Amerika te vliegen, maar dat is al een roeping binnen een huwelijk, binnen een gezin, binnen een familie, binnen een wijk waarin je woont, onder collega's, met een gemeente, noem maar op. Dus hij heeft ons geroepen om bij hem te zijn en om van daaruit gevormd te worden, maar van daaruit zendt hij ook weer uit en heeft hij een taak, een roeping in deze wereld. En is dat altijd makkelijk? Nee. Want dat is wat hij in vers 16 zegt. Die vier dieren, die vier beelden. En ik geloof persoonlijk, ik heb daar gisteravond al iets over gezegd, dat het volgen van de Heer Jezus er niet gemakkelijker op gaat worden vandaag. Als u de tijd een beetje weet te duiden, dan weet u welke ontwikkelingen er gaande zijn, ook in ons land. En wat er ook vanuit de politiek allemaal doorgevoerd wordt. En als u dan denkt aan, nou ja, in uw geval misschien voor al uw kinderen, kleinkinderen, dat je je afvraagt, waar gaan zij nog doorheen? En wat is hun roeping in deze wereld? Nou, misschien vindt u het dan wel heel concreet worden. Ik zend je als schapen te midden van de wolven, waarin het schaap het kwetsbare dier is en waarin de wolf de jager is. Hè? Hij behoort tot de hondachtige. En in het oosten zijn honden onreine dieren. Dus u ziet wel het beeld. Dat is het plaatje wat de Heer Jezus aan zijn discipelen meegeeft nadat hij ze heeft geroepen. Dus een heel eerlijk beeld van de werkelijkheid. En laten we niet vergeten, ruim 360 miljoen christenen hebben vandaag al te maken met een bepaalde vorm van vervolging. Kijk, Nico noemde dat gisteravond nog in zijn gebed. Wij zitten hier bij elkaar in alle rust, in alle vrijheid, en dat is een geweldige zegen. Maar 360 miljoen mensen, dat is wat, die hebben te maken met een bepaalde vorm van vervolging. Omdat ze de Heer Jezus belijden en hem na willen volgen. En nu zegt de Heer Jezus, en daar wil ik vanmorgen op inzoomen in vers 16b. Als dan lijden vanwege de gerechtigheid, thema van dit weekend, je deel is, verlies dan je oprechtheid niet. Want dat risico loop je. Maar hij zegt, blijf oprecht, wees oprecht als de duiven. En dat is een belangrijke les. Want je kan door lijden of wat water bij de wijn doen. Maar je kan bijvoorbeeld ook verbitterd raken. Of gefrustreerd raken. Dat je denkt, ja, nou heb ik de keuze voor de Heer Jezus gemaakt. Maar moet je nou kijken wat er in mijn leven gebeurt en wat er op mijn levenspad komt. Dat had ik niet ingecalculeerd. En toch gebeurt het. Hoe zit het nu? De duif is een bijzondere vogel. Ik ben geen duivenmelker of een grote kenner op dat gebied. Maar een duif is bij uitstek geschikt om een boodschap over te brengen. Nou, mijn broer die had vroeger duiven. Mijn moeder weet dat nog wel. En die vond dat ontzettend leuk. Ja, mijn moeder niet, maar mijn broer wel. Hij had er niet zo heel veel. Maar dan lokte die ze met, hoe heet dat, met voer. En hij sliep op de zolder. En op een gegeven moment, toen vond hij het zo leuk, die duiven. Toen dacht hij van, nou, als ik nou mijn zolderraam openzet en ik lok ze, dan komen ze misschien niet alleen naar het hok toe, maar komen ze ook naar mijn dakraam toe. Maar ja, de dagen daarna dachten ze, hij zal er wel weer zitten. Toen zaten zij er wel, maar hij niet. En de gevolgen waren zichtbaar dat ze geweest waren. Je begrijpt wat ik bedoel. En daar liep mijn moeder dan weer tegenaan. Maar op een ander moment nam mijn vader die duiven mee voor zijn werk. En dan moest hij naar Limburg of Groningen of waar hij dan ook naartoe ging. En dan liet hij ze daar los. En dan kwamen ze weer terugvliegen. Nou, dat was wel mooi om te zien. En ze wisten precies de route terug te vinden. Dus een duif die beschikt over een fenomenaal oriëntatievermogen. En het stelt wetenschappers voor een raadsel. Vroeger werd de duif vanwege dat oriëntatievermogen gebruikt om een bepaalde boodschap over te brengen. Als u de geschiedenis leest, dan kunt u dat allemaal ontdekken. We kennen vandaar ook de postduif. Dus de duif is een vogel die bij uitstek geschikt is om een boodschap over te brengen. Nou,
Hij navigeert feilloos naar de juiste plek. En dat zie je in de Bijbel ook. In Genesis 8 bijvoorbeeld brengt de duif na de zondvloed de boodschap van leven en van vrede. De tweede keer dat Noach de duif loslaat, komt hij terug met een olijftakje in zijn bek. Nou, olijf is vaak het beeld van de Heilige Geest, van leven, van vrede. De duif is daar ook een symbool van. In Hooglied 5 en 6 bijvoorbeeld is de duif niet de boodschapper van vrede, maar daar is de duif weer een boodschapper van de liefde. En zo zie je dat die duif steeds een boodschap weet over te brengen. En je zou kunnen zeggen, in Matteüs 10 vers 16 is die duif een boodschapper van oprechtheid. Dat is de boodschap die hij overbrengt en waar wij vandaag onze lessen uit mogen leren. En het woord oprecht, dat betekent zoveel als argeloos. Of aan geen kwaad denkend. Oprechtheid heeft ook te maken met rechtschapenheid. Dat is de boodschap die die duif overbrengt. En vanuit het Grieks betekent oprechtheid ook reinheid, onbedorven of zuiverheid. Nou, dat zijn allemaal begrippen waar je heel lang over na kan denken. Maar dat is een geweldige boodschap die hij overbrengt. En wat ik nu ga zeggen is belangrijk. Of iemand oprecht is, of met een moeilijke woord, of iemand rechtschapen is, wanneer komt dat openbaar? Nou, rechtschapenheid komt openbaar wanneer hij of zij op zijn toewijding wordt beproefd en men hem onder druk ertoe wil brengen zijn rechtvaardige levenswijze op te geven. Dus wanneer komt oprechtheid openbaar? Nou, als de druk wordt opgevoerd om iets op te geven, in dit geval de navolging van Christus. En als die druk dan wordt opgevoerd, wat komt er dan openbaar? Blijkt iemand dan nog steeds oprecht te zijn? En met de druk opvoeren hebben we de laatste jaren wel ervaring gehad. Nou, ik zou hier niet uit de doeken doen hoe dat allemaal is gegaan, maar met alle regelgeving ook rondom corona, hè, er is een cultuur van angst gecreëerd. Mensen werden bang. En men deed alles wat er gezegd werd zonder bijna erover na te denken. Dus de druk werd opgevoerd en de handel en de wandel van de mensen kwam in de greep van een selecte groep. En ik ga daar niet over uitweiden, daar ga ik ook niet over in discussie. Maar wat wel gebleken is, dat regelgeving van bovenaf de mensen zo kan beïnvloeden dat je een bepaalde manier van leven daaruit voort ziet komen. En dat vond ik misschien wel het meest enge van die periode. Want wat betekent dat voor de toekomst? Het is nu getest. Het kan. Je kan een heel volk in de greep krijgen door regelgeving. Nou, wat betekent dat in de toekomst als de navolging van Christus een prijs gaat vragen voor onze oprechtheid? De Heer Jezus zegt, ik zend je als schapen te midden van de wolven, maar houd je oprechtheid vast. Doe geen water bij de wijn en blijf trouw in de navolging van mij. En de duif is een vogel die oprechtheid verkondigt. Die de boodschap verkondigt van rechtschapenheid. Ook als het moeilijk is. Ik vind dat een heel mooi beeld. In de Bijbel kom je mensen tegen die in moeilijke tijden die oprechtheid hebben laten zien. Nou, we denken natuurlijk allereerst aan iemand als Noach. Genesis 6 vers 9. Noach was in zijn dagen een oprechte man. En wat heeft hij al niet over zich heen gekregen toen hij die grote boot, de ark, begon te bouwen? We weten dat niet gedetailleerd, maar wat hebben de mensen wel niet tegen hem gezegd? Want hij begon te bouwen op een plaats waar totaal geen water was. Nou, dan moet je toch wel een heel sterk geloof hebben dat God uiteindelijk water gaat brengen om die ark in beweging te krijgen. Maar hij is getrouw geweest in de opdracht van de Heere God en hij is gaan bouwen. En de staat van Noach vermeldt dat hij oprecht was. Nou, dat is nou iets van die gezindheid van die duif. Nou, ik moet het beter zeggen, dat is iets van de gezindheid van de Heere Jezus. Later zie je ook die oprechtheid bij Job. Job 1 vers 1. En er was een man vroom en oprecht, wijkende van het
kwaad. Dat is ook een voorbeeld. En ik kan er heel veel noemen, maar ik dacht ook aan Zacharias en Elisabeth bijvoorbeeld. Vind ik ook altijd een heel mooi stel. Lucas 1 vers 6. He, zij waren rechtvaardig. Daar zit ook dat woord recht oprecht in. Wat ik ermee wil zeggen is, door de geschiedenis heen, de Bijbelse geschiedenis, maar ook de kerkgeschiedenis, zijn er altijd mannen en vrouwen Gods geweest die iets van die oprechtheid hebben laten zien. En ik geloof dat die categorie mensen is tot op de dag van vandaag. En wat mijn verlangen en gebed is, niet alleen voor mezelf, maar voor ons allemaal, is dat die oprechtheid er zal zijn in ons leven, ook in tijden van lijden. En dan specifiek, dat herhaal ik nog maar even, het lijden wat het gevolg is van de navolging van Christus. Het kan. Niet omdat ik het zeg, maar omdat de Heer Jezus ertoe oproept en hij roept nooit tot dingen op die onmogelijk zijn. En de Bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis laten zien dat je oprecht kan blijven. Ik heb dat misschien wel eens eerder verteld als ik vroeger op de basisschool hoorde vertellen door een leraar over de martelaren. Dan vond ik dat altijd heel indrukwekkend. Mensen die vanwege de belijdenis van de Heer Jezus en de navolging van hem de brandstapel opgingen. En als je dan hoorde dat mensen zingen de brandstapel opgingen. Dat is toch onmogelijk, zou je zeggen. En als ik dan thuis kwam en er stond bij ons een kaarsje aan, dan dacht ik, nou weet je wat, ik ga eens testen of ik het volhoud. Dan stak ik even mijn vinger in dat kaarsje en ik denk, nou, ik hou het nog geen seconde vol. Hoe moet het mij vergaan op het moment dat het zover is? Dat vindt u natuurlijk een heel kinderachtig voorbeeld, maar nou ja, ik dacht er toch over na. En ik denk, wie is daartoe in staat? Nou, geen mens vanuit zichzelf. Amen. Maar wat laat de Bijbel en ook de kerkgeschiedenis zien? Dat God ons tot dingen in staat stelt die hij alleen kan bewerken in ons hart en leven. En ik geloof ook dat hij oprechtheid kan en wil geven, ook als er tijden aanbreken waarin de navolging van Christus een prijs vraagt. Wees oprecht als de duif. En wat ik ten laatste over die duif wil zeggen, is dat de duif een vogel is zonder galblaas. En dat is wel heel bijzonder. Een galblaas heeft een functie bij de spijsvertering. En voor die galblaas heeft de Heere God aan die duif een andere spier gegeven. Maar het gaat even om het beeld dat in de Bijbel gal gebruikt wordt als beeld voor bitterheid. Wij kennen de uitdrukking wel, je gal spuwen. Dat doen we dit weekend uiteraard niet. Maar dat heeft ook een negatieve betekenis. Een negatieve lading, je gal spuwen. Hè? Er is zoveel gebeurd, er is bitterheid, er is frustratie. En op een gegeven moment, dan barst de bom en dan komt het eruit. Je gal spuwen. Nou, die duif is een vogel zonder kwaad, zou je kunnen zeggen. Die behoudt zijn oprechtheid. Die spuwt zijn gal niet. Wat zou het een geweldige zegen zijn, broeders en zusters, als dat ook het kenmerk van ons leven zal zijn. Als dat ook onze gezindheid kenmerkt, typeert. Want ik geloof dat we daarom nog in deze wereld zijn. Om verschil te maken. Een wereld waarin er eigenlijk wordt gepromoot, gooit er maar uit wat je dwars zit. Maar als wij in die oprechtheid van een duif mogen wandelen, dan komt er iets openbaar van de gezindheid van de Heere Jezus. Die in alle opzichten en in alle wegen die hij is gegaan, oprecht is gebleven en dat tot het einde toe. En hebben we dat niet ontdekt ook in de laatste week als het gaat om zijn lijden, om zijn sterven. Als je hem volgt op zijn weg, zijn lijdensweg. Hoe hij altijd gericht was op de verheerlijking van zijn vader. Hoe hij altijd gericht was op de wil van zijn vader. En hoe hij uiteindelijk uitriep, tetelestai, het is volbracht. Dan hebben we in hem een geweldig voorbeeld van oprechtheid te midden van het lijden. Want als er één iemand is geweest die onrecht heeft ervaren, die op een slechte manier behandeld is, dan is hij het wel. Als je heel het proces volgt van Caiaphas en Pilatus, nou ja, ik ben er laatst weer doorheen gegaan in het Johannesevangelie, dan is het zo corrupt als het maar zijn kan. En toch is hij de weg gegaan en hield oprechtheid vast. Dit was Matteüs 10. Dan gaan we even naar Lucas 12, wat ik heb gelezen.
En in Lucas 12 waarschuwt de Heer Jezus, zoals we gelezen hebben, voor huichelarij. Geveinsdheid. Je kan het in de taal van 2023 ook weergeven als dubbelhartigheid. En met wie is de Heer Jezus daar in gesprek? Met zijn discipelen. Hij waarschuwt voor geveinsdheid en dat betekent gewoon eenvoudig dit. De Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen nadat hij ze geroepen heeft en hen uitzendt. Hij zegt, doe je niet anders voor dan dat je bent. Wees echt jezelf. Leef dicht bij je eigen hart en bij het vaderhart van God. Mag ik dit zo even doorvertalen? Wees jezelf, wees oprecht. Zorg ervoor dat je uit één stuk geweven bent. Blijf doorzichtig tot op het bot. En als u geen vreemde van uzelf bent en u een beetje zelfkennis hebt, ja, dan ligt dat gevaar wel op de loer, hè? Om je toch wat aan te passen. Om de mensen naar de ogen te kijken en vervolgens op die manier te gaan wandelen. Ik heb ooit een stel in het pastoraat gehad, die waren al jaren getrouwd, die hadden kinderen. En die vrouw die was nog steeds in haar huwelijk, terwijl de Bijbel zegt, die twee zullen tot één vlees zijn op allerlei terreinen en gebieden. Zij leefde nog steeds onder heerschappij van haar vader. Dus door dat huwelijk heen bepaalde haar vader nog steeds haar hele doen en laten. Nou, daar word je als man niet gelukkig van. Dat denk ik niet eens. Dan zeg ik het nog heel voorzichtig, netjes ja. He, maar die had zo'n dominante autoritaire vader, dat terwijl ze jaren getrouwd was, kinderen had gekregen, als hij naar links keek, dan ging ze ook naar links. En keek hij naar rechts, dan ging ze ook naar rechts. Nou, ik zou er korte metten mee maken als man. Maar dat is niet fijn, maar zo dominant. Maar dat kan ook zijn in ons leven met de Heer. Dat wij ons zo door mensen laten beïnvloeden of door omstandigheden, dat wij uiteindelijk niet meer gericht zijn op de verheerlijking van onze hemelse Vader en op zijn wil, maar dat we de mensen naar de ogen kijken. Nou, en dan loop je het risico, zoals Jezus dit noemt, dat je geveinsd wordt. Dat je huichelachtig wordt. En de Heer Jezus stimuleert zijn discipelen, doe dat niet. Blijf oprecht. En hij noemt dan een voorbeeld, wat we allemaal wel kennen, want hij vergelijkt huichelarij in Lucas 12 met zuurdeeg. En in dit geval heeft zuurdeeg een negatieve werking. Klein beetje gist doortrekt uiteindelijk het hele deeg. Je zou kunnen zeggen, huichelachtig gedrag begint heel klein, maar langzaam, maar zeker, wordt dat steeds groter. En het strekt zich uit over al je levensterreinen. En wat de Heer Jezus, en die link moet je wel leggen in Lucas 12, doet, is dat hij een link legt tussen aan de ene kant huichelarij en aan de andere kant mensenvrees. Mensenvrees, zegt de Heer Jezus, leidt uiteindelijk tot een huichelachtig leven. Als je de mensen naar de ogen gaat kijken en daarop reageert en daarna je leven inricht, dan hebben die twee verband met elkaar. Mensenvrees neigt tot huichelarij, leidt daartoe. Je gedraagt je anders om mensen gunstig te stemmen. Nou, en dat hebben we natuurlijk bijvoorbeeld gezien, zonder dat helemaal uit te wijden, ook in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Daar zijn mensen door de druk van de bezetter zich anders gaan gedragen. En er kwamen verrassende dingen openbaar, wat je nooit had gedacht. Maar door de druk van de bezetter die werd opgevoerd, begonnen mensen zich anders te gedragen. En misschien zeiden de buren wel, dat had ik nou nooit verwacht. Maar zo zie je wat druk kan doen, wat mensenvrees kan doen. En de Heer Jezus zegt heel nadrukkelijk in Lucas 12, dat wij niet mensen moeten vrezen, maar in vers 5 staat, wees bevreesd voor hem, die nadat hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, ik zeg u, wees bevreesd voor hem. En vrezen heeft hier niet de betekenis in de zin van angst. Maar vrees wil zeggen, heb ontzag voor hem. Heb een diep respect voor hem. En als er vandaag iets nodig is in de tijd waarin we leven, is dat de christenheid weer een diep ontzag en respect gaat krijgen,
Niet alleen voor de Heere God, maar ook voor het geopenbaarde woord. Amen. Heb ontzag daarvoor. Heb diep respect daarvoor. Heb eerbied daarvoor. En je moet het spreken van God van veel grotere waarde achten dan het spreken van mensen. En daarom moet het spreken van de Heere God voor ons zwaarder wegen in ons leven dan wat mensen zeggen. En het waardeoordeel van de Allerhoogste moet in ons leven zwaarder wegen dan wat mensen voor waardeoordeel over ons hebben. Amen. En u hoeft uw vinger niet op te steken, maar ik doe al behoorlijk wat jaren pastoraat. Maar er zijn wat christenen die de naam van Jezus op de lippen nemen, maar die het nog steeds heel moeilijk vinden om hun identiteit in Christus te vinden. Die zijn altijd nog bezig, wat vinden de mensen van mij? En daardoor worden ze hun leven lang te neergedrukt. En komen ze niet tot die ontspannen wandel. Broeders en zusters, het waardeoordeel van God over ons leven moet veel belangrijker zijn dan het waardeoordeel van mensen over ons leven. En dat leert je om in ontspannenheid te leven. En de Heer Jezus zegt, hou deze dingen vast, ook als lijden je deel is. Ontrouw in onze belijdenis en navolging van de Heer Jezus is ook een vorm van huichelarij. En de Heer Jezus, hij zegt het, blijf oprecht als de duiven. Wees ook een verkondiger, en dat niet alleen, maar ook een praktiseerder van de boodschap van oprechtheid. En oprechtheid is een eigenschap die we in de Heer Jezus terugvinden. En ik geloof dat het ook alles te maken heeft met de vrucht van de Heilige Geest. Galaten 5 vers 22. Dat die vrucht van oprechtheid zich ook mag zetten in ons leven. En een vrucht is er niet op één dag, toch? Dat groeit. Dus de Heer neemt daar ook de tijd voor. Maar de vrucht gaat zich wel zetten. Dus er is, als het goed is, wel een proces in ons leven. En ik hoop dat u dat proces ook terug kan zien in uw eigen leven. Misschien aan het begin van uw geloofsleven nog vertwijfeld. Nog onzeker over wie u bent in Christus. Maar dat u daarin ook bent gegroeid. En dat u daar heerlijk uit mag leven op dit moment. Dat u steeds meer ontdekt hebt wie u in de Heer Jezus mag zijn. En welke geestelijke zegen, waar ik gisteravond ook over heb gesproken, u ten deel is gevallen. En dat alles bij elkaar opgeteld mag leiden tot oprechtheid in het leven. Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert. Dat oude lied, dat zegt iets over wat er dan ook gebeurt in Christus en nieuwe schepping. In Christus volkomen oprecht. Nou, nu had ik nu kunnen stoppen, maar er zegt iemand van jullie, heb je nog 4 bemoedigingen om die oprechtheid vast te houden in het lijden? Ik had nu amen kunnen zeggen, want de Heer Jezus heeft gewoon ook aan ons, zoals hij aan zijn discipelen die opdracht gaf, wees oprecht als de duiven, nu een boodschap aan ons meegegeven, toch? En die kunnen we beamen, daar kunnen we over nadenken en we mogen dat ook gaan praktiseren in de praktijk van ons leven. Maar alsof het nog niet genoeg was, de Heer Jezus geeft 4 bemoedigingen en die wil ik je nog meegeven vanuit Lucas hoofdstuk 12. Hij roept op tot oprechtheid, hij zegt tegen zijn discipelen, vrees geen mensen, maar vrees de Allerhoogste God. En hij geeft als extra stimulans voor een oprecht leven 4 bemoedigingen. En die lees je allemaal in Lucas 12. De eerste wordt genoemd in vers 4 en 5. En ik vat hem samen. De Heer Jezus geeft als eerste bemoediging, besef, zegt hij, de macht van de tegenstander is begrensd. Dat is de eerste reden waarom je oprecht kan blijven in het lijden. Je kan mensen vrezen, of vervolgers vrezen, of martelaren, of de beulen vrezen. Maar hij zegt, de macht van die mensen is beperkt, die is begrensd. Ze kunnen dat bij jullie doen, zover ik dat toelaat. Dat is heel wonderlijk. Niet meer, niet minder zou je kunnen zeggen. De macht van de tegenstander is beperkt tot wat? Nou, hij zegt heel concreet tot het doden van het lichaam. Het is interessant als je in het boek Job leest, in Job 1 vers 12, daar had de Heere God een heel andere grens gesteld. Want bij Job mocht zelfs zijn lichaam niet worden aangeraakt.
zie je dat er steeds een grens wordt gesteld tot hiertoe en niet verder. In Lucas 12 zegt de Heer Jezus, de macht van de tegenstander is begrensd tot het doden van jullie lichaam. Nou, ik zie sommigen van jullie denken. Nou, je zegt, daar word ik niet echt door bemoedigd en jij noemt het een bemoediging. Maar we moeten dit goed onthouden. De Heer Jezus is de eerste en hij is de laatste. Hij is de alfa, hij is de omega. Hij is dood geweest en hij is weer levend geworden. Hij heeft zijn leven afgelegd en heeft zijn leven weer opgepakt, om het zo te zeggen. Dus hij spreekt als zoon van God. Dus voor de Heer Jezus heeft de dood niet het laatste woord. En omdat wij in Christus zijn, heeft de dood ook in ons leven niet het laatste woord. Dus de Heer Jezus kijkt als het ware over dood en graf heen. En hij zegt, ze kunnen slechts je lichaam doden. En met het lichaam wordt in de Bijbel het materiële deel van de mens bedoeld. En het immateriële deel van de mens is de geest en de ziel. Dus de Heer Jezus zegt, ze kunnen slechts het materiële deel van jouw mens zijn raken. Maar meer niet. Meer niet. En een christen gaat daarom ook niet dood. Moet je nou vandaag niet meer zeggen. Een christen wordt over lijden heen getild. Toen Billy Graham overleed, toen had hij een kaart gemaakt en daar stond op, ik ben verhuisd. Maar ik ben levender als ooit. Kijk, dat is het. Die had het begrepen. Hij was lichamelijk wel gestorven, maar zijn geest is teruggekeerd tot God die hem gegeven heeft. Nou, Jan die zei al iets over mijn YouTube-kanaal, maar ik wil er niet weer over beginnen. Maar morgenochtend om 9 uur staat daar een filmpje op met als thema Christen zijn en angst voor de dood. En ik heb van de week met toestemming van de gemeente Alblasserdam een filmpje opgenomen op de begraafplaats in Alblasserdam. Want wij kunnen roemen in de opstanding van de Heer Jezus. Maar, en we kunnen zeggen, nu jaagt de dood geen angst meer aan. Maar in hoeveel levens is er toch nog angst en vrees voor de dood? En daar heb ik een video over gemaakt. Omdat ik merk dat wij kunnen het Bijbels wel onderschrijven, maar hoe is dat in onze beleving? Want de Heer Jezus noemt het een bemoediging dat de macht van de tegenstander begrensd is tot het doden van je lichaam. Nou ja, als je dat al niet als een bemoediging ervaart, begrijp je, dan pak je het niet. Maar de Heer Jezus ziet over dood en graf heen. En wat wil de Bijbel u, jou en mij leren om de dood op een andere manier in de ogen te gaan kijken? Als een overwonnen vijand. Want de dood is een vijand, hoort niet bij het leven. Dat willen heel veel mensen je vandaag doen geloven. En daarom leuken we heel veel diensten, dankdiensten of begrafenisdiensten op. En allerlei kaarten worden allemaal opgeleukt en er moet muziek bij en zo. We willen het leuk maken, omdat we dat nare eraf willen halen. Maar de dood is nog steeds een gevolg van de zondeval. Amen. Maar, zegt de Heer Jezus, er is perspectief achter de dood, achter het graf. En wij mogen leven vandaag in dat heerlijke perspectief van een eeuwige toekomst bij Hem. Dus dan is dit een bemoediging. Want als ik oprecht wil blijven, te midden van het lijden, en ik word toch gedood, nou, dan doet dat niets af aan mijn oprechtheid. Ik ben oprecht gebleven, zoals de Heer Jezus, tot het einde toe. En ik weet, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dus het is een bemoediging wat Jezus hier zegt. Dus laat je niet afschrikken door de dood, maar blijf oprecht als de duiven. En dit is het getuigenis van heel veel martelaren. Dit is ook het getuigenis van de vervolgde kerk. Die de dood in de ogen hebben gezien. En die toch trouw gebleven zijn in de navolging van Christus. En wat een zegen dat daar zelfs daarvoor genade beschikbaar is. Dat is de eerste bemoediging. Dus de Heer Jezus bagatelliseert het lijden van de gelovigen niet. Maar hij zet het in het juiste perspectief. Dat is wat hij doet. En dan geeft hij uiteindelijk nog aan hè, de Nou ja, goed, daar kom ik straks nog wel even op. Het tweede wat hij zegt, is dat hij zorgt voor zijn kinderen. En dan gebruikt hij het beeld van de mussen. Dus de tweede bemoediging is, de Heere God zorgt voor zijn kinderen. En dat staat een beetje
goedkoop misschien, simpel, maar als de Heere God zorgt, dan doet hij dat goed. Ik moet altijd denken aan de tekst uit Romeinen 8, vers 32. Zou hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken? En dat ligt ook in die tweede bemoediging tot oprechtheid opgesloten. De Heere zorgt voor zijn kinderen. En dan gebruikt hij dat beeld van die mussen die gekocht worden voor 2 penningen. Geringe handelswaarde, u kent dat verhaal. Geringe handelswaarde voor mensen, maar voor God aangenaam. Hij vergeet ze niet. En dat moet diep bij ons binnenkomen. Als de Heere God zorgt voor mussen, als hij onze hoofdharen heeft geteld, dat wil zeggen dat de Heere God trouw is over het kleine, om het zo te noemen. Zou hij dan niet ook trouw zijn over het grote, over onze levens? Hij zorgt voor ons. En ik denk dat er verschillende zijn onder jullie die daarvan kunnen getuigen. Die kunnen getuigen van de trouw en de zorg van God. Niet alleen in tijden van voorspoed, maar ook in tijden van tegenspoed. Dat je hebt ontdekt, de Heere God is de absoluut betrouwbare. En ik heb ervaren dat als ik hem ken in al mijn wegen, dan zal hij mijn paden recht maken. Hoe hij dat doet, wanneer hij dat doet, welke weg hij daarvoor gebruikt, dat is aan hem. Maar ik ken het vaderhart van God en ik heb vanuit ervaring geleerd, zo is hij. Hij zorgt. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zegt Psalm 103, zo ontfermt de Heere zich over wie hem, daar heb je hem weer, vrezen. Dat heeft weer met dat ontzag en respect te maken. Als wij de Heere God vrezen, als wij ontzag voor hem hebben en voor zijn woord, dan mogen we weten, ook in tijden van lijden, dat hij ons draagt door het woord van zijn kracht. Hij zorgt voor ons. En die wetenschap moet leiden tot een leven van oprechtheid. Dus wees niet bezorgd, ook in tijden van lijden. Je houdt je oprechtheid vast en besef, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en alles wat erin is, die maar hoeft te spreken en het is er, te gebieden en het staat er, hij draagt ons. Door het woord van zijn kracht. Dat is een geweldige bemoediging. Hij zorgt voor het klein, om het zo te zeggen. Hij zorgt voor het grote. En de psalmdichter zegt, hij wil zelfs uitkomst geven bij het naderen van de dood. Wat een bijzondere bemoediging. We gaan naar de derde bemoediging toe. Herhaling is de kracht van de reclame. Hè? De macht van de tegenstander is begrensd, beperkt, dat was de eerste. De tweede is, de Heere God zorgt voor zijn kinderen. En de derde is, ons belijden vandaag, dat lees je in vers 8 en 9, heeft gevolgen voor later, voor de toekomst. Dat leert Jezus in Lucas 12, vers 8 en 9. Want hij zegt, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zo ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God. Dus onze oprechtheid, want daar heeft belijden mee te maken, die zal beloond worden in de toekomst. Geloof je dat? Ja. Dat woord belijden, dat betekent in het Grieks heel eenvoudig dit. Nazeggen wat God heeft voorgezegd. Belijdenis doen heeft deze betekenis, dat ik gewoon God naspreek wat hij mij heeft geleerd om uit te spreken. Dat is belijdenis doen. Meer is het niet, maar minder ook niet. Minder ook niet. En wat staat er vandaag onder druk? Om God op alle terreinen na te spreken wat hij heeft voorgezegd. Dit staat onder druk. Niet alleen in de seculiere wereld, nee, binnen de christelijke gemeente. Neem alleen maar de principes over het huwelijk. Wat bijbelse relaties zijn. Dit staat onder druk. En heel veel mensen die zeggen vandaag, ja, maar dan moet je meer zien in de tijd waarin dat werd gezegd en de cultuur van die tijd. Nou, zo interessant, ik volg op dit moment een cursus hermeneutiek.
En dat is erg leerzaam en dat is juist ook goed om in deze tijd te volgen. Dat zijn de regels om de Bijbel te mogen uitleggen, te kunnen uitleggen. Maar daarin leer je ook dit soort dingen van, ja, is die blauwdruk van het huwelijk in Genesis nou maatgevend voor ons vandaag? Nou, ik geloof dat voor alle tijden, voor alle plaatsen zo is. Maar dat is iets wat onder druk staat. Dus men spreekt God niet meer na over wat hij aangaande het huwelijk reeds ver voor dat wij werden geboren heeft gezegd. Dat is belijdenis doen. Ik wil vandaag ook de Heere God belijden in die principes. En er is meer te noemen, dat begrijp ik wel. Maar even als voorbeeld. Blijven we de Heere God ook wat dat betreft naspreken? Dat is het belijden van. En daar koppelt de Heere Jezus een belofte aan. Want hij zegt, jullie belijden vandaag heeft gevolgen voor de toekomst. Als je je uitspreekt voor, als je je geloof uitspreekt, als je openlijk erkent, dan zal dat in de toekomst beloond gaan worden. De Heer Jezus spreekt hier over zichzelf als de Zoon des Mensen. Dat is een hoogheidstitel. Verloochenen betekent hier dat je de Heer Jezus niet erkent als Zoon des Mensen. In Marcus 8 en Lucas 9 wordt gesproken over je schamen voor de Zoon des Mensen. Dat heeft in zich het verloochenen van de Zoon des Mensen. We hebben het gisteravond bij Petrus gezien. Hij verloochende zijn Heer tot 3 keer toe. Toch is hij in ere hersteld. Waar of niet? Dus wees nou niet ontmoedigd. Dat heb je altijd, hè? Als je ergens spreekt, dan onthouden mensen altijd 1 zin. En de 150 zinnen die daarna volgen, die zijn ze vergeten. Maar ik heb de Heer verloochend, zie je. Nou, dat wordt niks met mij in de toekomst. Nee, er is altijd een stukje eerherstel. En de Heer wil je ook daarin vormen en sterker maken en toerusten. Zodat je zijn naam wel mag belijden. En het is de moeite waard om zijn naam te belijden. Ik sprak dit weekend met een stel dat ik vroeger nogal eens bij FC Den Haag kwam. Nou, dat is niet het meest juiste publiek om als je jong bent je tussen te begeven. Maar goed, wat ik daar wel heb geleerd. En dan stond ik op Midden-Noord. Nou, dat is het minste wat je kan tegenkomen, zeg maar. Maar die scandeerden wel de naam van hun idolen. Ze schaamden zich niet. Sterker nog, ze liepen door Den Haag met gele, geel-groene vlaggetjes op hun wangen en noem maar op. Ze schaamden zich niet. Ze gingen echt voor hun clubpie, zoals ze dat noemden. En voor hun idolen. Maar hoe is het vandaag? Bij ons. En dat is natuurlijk een zwak voorbeeld, dat begrijp ik wel. Maar met eerbied gesproken, wie is onze held? Wie is ons idool, met alle respect? Hoe vol zijn wij van de Heer Jezus? Waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. En ik proef zo aan mensen waar ze voor leven vandaag. Nou, de Heer zegt, hou dat hart vol van wie ik ben. Beleid mijn naam, schaam je niet voor mij als de Zoon des Mensen, maar wees vrijmoedig in je getuigenis. En dat valt niet altijd mee. Je moet maar eens aan een verjaardag denken, misschien binnen familieverband. Dat is misschien nog wel wat lastigs. Ja. In de vreemde is het misschien nog wel wat makkelijker. Ja. Vergeet nooit meer, ik zat op de hogeschool. En nou, dat waren allemaal van die bedwetertjes daar. Die wisten het allemaal goed te vertellen, maar God en gebod deden ze niets. En ik had 1 jongen, ik zal geen kerkverband noemen, maar die kwam uit een heel degelijke club. Ik dacht, nou, aan die jongen heb ik nog een beetje steun. En wij hadden een onderwijzer, die gebruikte nog eens de naam van Jezus. En die gebruikte die ook nogal eens in een grap of wat hij vertelde. Dus op een gegeven moment, ik hield het gewoon niet meer. Ik denk, nou ja, ze kunnen denken en zeggen wat ze willen, ik ga gewoon naar hem toe. En ik had met die ene jongen, had ik wel eens een gesprek gehad. Ik kwam uit Zeeland. Ik dacht, nou ja, degelijk volk, hè. Dat wordt me steun en toeverlaat. Nou ja, laat ik dan wat vrijmoediger zijn dan hij. Maar steun me in ieder geval. Dus ik ging naar die man toe. En ik begon dat gesprek over die vloeken. Oh, hij zegt, jij behoort tot die categorie die ook geen ijsje mag kopen op zondag. Ja. Ik zei, nou ja, dat vind ik nog niet zo heel storend. Maar het gaat mij vooral om wat u zegt. En die jongen waarvan ik steun dacht te ontvangen, die liep gewoon als een van de laatste uit het lokaal zo achter mijn rug weg. En hij hoorde waar ik het over had. En dan stond je weer alleen ervoor. En
Dat is maar één voorbeeld. Maar hoe vaak heb je niet die ervaring? En dat kan je ontmoedigen, toch? Toch zegt de Heer Jezus, wie mij zal belijden voor de mensen. En het geeft vaak ook heel veel voldoening en vreugde als je iets over die ene naam mag vertellen. En ik heb dat voorbeeld elders ook verteld, toen ik in de makelaardij zat. Toen probeerde ik ook wel hier en daar te getuigen van de hoop die in mij was. En de ene keer ging dat heel soepel, de andere keer ging dat minder soepel. Maar ik kwam ooit bij een atheïst, althans, hij noemde zichzelf een atheïst. En dat was een man, een vermogend man. En die had een grote monumentale boerderij waar hij in woonde. En toen ik daar binnenkwam, in mijn pak en mijn stropdas om, dat moest toen nog. Toen wilde hij me allereerst overtuigen van zijn rijkdom. En hij had overal gereisd, hij had een grote wereldkaart in zijn hal hangen. En hij had overal vlaggetjes geprikt waar hij geweest was. Dus ik kwam daar binnen met mijn cameraatje en mijn mapje in mijn pak. En ik moest eerst onder de indruk komen van wie hij was en waar hij gereisd had, noem maar op. En hij zegt, wat ik ook heb bestudeerd, dat zijn alle godsdiensten. Hij zegt, maar het is allemaal onzin. Er komt alleen maar ellende van. Dus met geloof heb ik sowieso niks. Nou, daar sta je dan. Wie mij belijden zal voor de mensen. Ik was nog geen eens met mijn werk begonnen. Zo begon het al. Ik denk, Heer, hoe moet het verder? Dus we gingen de eerste kamer in en toen liet hij al de eerste knoop vallen. En de reden was, het was najaar en hij had netjes opgehangen met vetballetjes erin voor de vogels. En hij had zo'n netje gisteren opgehangen, die was vandaag al leeg. En omdat hij zo snel leeg was, noemde hij de naam van Jezus. Ik denk, wat moet ik hiermee? Dus ik bid dan zachtjes in mezelf, Heer, geef u alsjeblieft woorden. Want ja, ik had ze ook niet altijd paraat. En de volgende kamer liepen we in en daar noemde hij weer de naam van Jezus. Maar dan kan je soms zo'n drempel ervaren. Wat is nou een creatieve insteek? Je wil niet belerend zijn, je wil het toch. En er was een broeder die mij leerde, als je niet weet te beginnen, ga dan gewoon in verwondering naar zo'n man toe en zeg tegen hem, meneer, gelooft u ook in Jezus? Dus dat bracht de Heilige Geest, daar kom ik zo nog op, in mijn gedachten. En die tip, die ben ik gaan praktiseren. Dus ik liep met mijn map heel enthousiast die kamer. Ik zei, meneer, u gelooft ook in Jezus? Nou, toen ging hij toch los. Maar toen was het ijs wel gebroken. En van daaruit hebben we een gesprek gekregen over het evangelie. En het is zelfs zo ver gegaan, dat ik daar zelfs een traktaat heb achtergelaten en een Bijbel. En dat is toch best heel wat bij een atheïst. Dus je moet grote gedachten van de Heere God hebben. Kleine gedachten van jezelf. En dan wil God soms een groot werk door ons heen doen. Zijn kracht komt openbaar in zwakheid. En als je in die afhankelijkheid leeft en zijn naam belijdt, geeft dat ook innerlijke vreugde. Want dat is toch humor, of niet? Er zei iemand tegen mij dit weekend, God heeft ook humor. Nou, daar geloof ik ook in. Dat je bij iemand die zegt, ik ben een atheïst, dat je daar toch een Bijbel achter mag laten. En dat was aan het einde van dat gesprek. Want ik denk, nou, het enige wat hij nu nog kan doen is me eruit schoppen. Maar ik had al mijn foto's genomen. Ik had heel de opdracht klaar. Ik hoefde me alleen nog uit te werken. Ik denk, ik kan ook mijn factuur sturen. Dus wat kan mij nog overkomen? Dus ik denk, ik ga toch een poging maken. Ik zei, meneer, u heeft mij veel vragen gesteld. Nou heb ik er voor u nog een. Zou ik een Bijbel bij u achter mogen laten? En toen keek hij me aan. Ik denk, nou komt het. Hij zegt, wauw, dat is goed. Dus ik ging juichend naar mijn auto toe. Dus ik wil je positief stimuleren. En ik heb niet alleen succesverhalen, maar ik heb wel gezien dat dit wat Jezus als bemoediging meeneemt, de belijdenis van zijn naam hier op aarde, dat dat ook heel veel vreugde kan geven in je leven. En wat de Heer ermee doet, dat is aan hem. Dat mogen we loslaten. Maar dan mag je in ontspannenheid met hem wandelen. Als u de Heer Jezus hier op aarde belijdt en erkent, als uw Heer en Heiland, dan zal hij voor het aangezicht van God, staat hier, in de tegenwoordigheid van de engelen, zich positief over u uitspreken. Wat een moment zal dat zijn. Daar kan je geen voorstelling van maken. We gaan naar de laatste bemoediging. En die vinden we in vers 11 en 12. En dat is ook een geweldige aansporing tot oprechtheid in tijden van lijden. Want de vierde bemoediging van de Heer Jezus is, de Heilige Geest zal ons bijstaan in alle omstandigheden. En nu worden er in vers 11 twee groepen genoemd. De Heer Jezus spreekt over synagogen. En daarvoor zou je kunnen zeggen dat zijn de Joodse autoriteiten. En hij spreekt over overheden en machthebbers.
En dat zijn de niet-Joodse autoriteiten. Met andere woorden, een stuk lijden en verdrukking kan komen uit de religieuze wereld. En die kan komen uit de seculiere wereld. Van beide kanten kan je vijandschap en vervolging verwachten. Ook daarin is de Heer Jezus heel eerlijk. Maar hij zegt, de Heilige Geest zal je op dat moment woorden geven, inspireren. En de Heere God neemt het initiatief daartoe. En dat vind ik echt een geweldige bemoediging. De Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u zeggen moet. Het zou zover kunnen komen dat u en ik ook een keer verantwoording af moeten leggen van datgene wat we geloven. We hebben dat over het YouTube-kanaal gehad, maar weet u wat ik wel eens denk? Hoe lang is dat nog open en vrij? Wanneer komt dat onder censuur te staan? Of wanneer krijgen... president Trump, even los van hoe u over hem denkt, maar die werd ook van Twitter verwijderd. Dat geluid mocht niet meer gehoord worden. Die moest een eigen sociaal netwerk op gaan richten om nog iets te kunnen delen met de buitenwereld. Maar zie hoe het kan werken. Als machten het voor het zeggen krijgen, dan kan een bepaalde boodschap de kop ingedrukt worden. En dan kan je je soms moeten verantwoorden voor overheden, voor machthebbers. En wat zegt de Heer Jezus? De Heilige Geest zal je op dat moment inspireren wat je moet zeggen. Waar zorgt dat voor? Dat je ontspannen kan leven. Dus je kan met een opgeven hoofd de rechtbank in. Hoef je niet te vrezen. Ja, wat moet ik zeggen? Wie ben ik? Ik heb niet gestudeerd, ik heb geen titels, ik heb geen theologie gestudeerd. Nou, dat maakt niet uit. De Heilige Geest geeft op dat moment de woorden. Bladen tenslotte even naar Johannes 14. Johannes hoofdstuk 14. Dat is het hoofdstuk waarin Jezus spreekt over de belofte van de Heilige Geest. En dat is een heel belangrijk hoofdstuk. Hij doet dat in Johannes 14, daar spreekt hij over de belofte van de Heilige Geest. Hij doet dat ook in Johannes 16. En welk hoofdstuk ligt daartussen? Johannes 15. En waar gaat dat over? Over de ranken, de wijnstok, etc. Blijf in mij, zoals ik in u, dan draag je veel vrucht. Ook in tijden van lijden. Dat is mooi, hè? Johannes 14, Johannes 16 gaat over de Heilige Geest. En daartussen gaat het over de intimiteit die er mag zijn tussen de Heer Jezus en ons als zijn volgelingen. Dat is heel mooi. Nou, wat zegt hij dan in Johannes 14, vers 25? En ik hoop dat u het blijft volgen. Gisteravond had ik het over Petrus, dat hij zegt, hoewel u hem niet gezien hebt, maar gelooft. Wij kunnen dus geloven in hem die we niet gezien hebben met ons fysieke oog. We kunnen hem lief hebben zonder dat we hem aangeraakt hebben. Het voorbeeld van de marinier weet u nog wel, hè? En wat zegt Jezus hier in Johannes 14, vers 25? Deze dingen heb ik tot u gesproken terwijl ik bij u verbleef. Hier is weer die fysieke aanwezigheid van de Heer Jezus te midden van zijn discipelen. Wij leven in een hele andere tijd. Maar ik durf te zeggen dat hij niet ver van ons is. Sterker nog, hij is in ons. Amen. Ja, dus dat is heel mooi. Dit zei Jezus toen hij naast zijn discipelen wandelde. En wat zegt hij dan in vers 26? Maar de trooster, die naam zegt iets over het werk van de Heilige Geest. Hij is vooral de trooster. Die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. Je kan heel veel over de Heilige Geest zeggen. Want de Heilige Geest, mag ik het eens zo zeggen, met eerbied gesproken, heeft een heel groot takenpakket. Maar een van zijn taken is, en dat is een echte bemoediging, dat hij zal onderwijzen en hij zal in herinnering brengen. Dat is iets moois, hè? Ik denk dat u aan het einde van dit weekend zegt, of misschien zegt u het nu al, ik kan dit weekend niet alles onthouden. Nou, dat valt mij tegen natuurlijk, maar goed. Nee, dat is gekheid. Maar ik kan niet alles onthouden. Maar weet u wat wonderlijk is? Datgene wat u hoort, of u het nou allemaal kan onthouden of niet, dat is nooit te vergeefs. Het kan zomaar later terugkomen. Als u in het verleden bijbeltekst hebt geleerd uit uw hoofd, misschien wel op een zondagsschool of op een kleuterschool, dan dacht u op dat moment misschien, waar is het allemaal goed voor? Maar ik geloof dat de Heilige Geest
woorden van 10, 20, 30 jaar geleden in herinnering kan roepen. Woorden waar u destijds eigenlijk niet het nut van inzag. Maar misschien komt er een periode dat het misschien wel moeilijk is dat u een tekst in gedachten krijgt. Dat u zegt, waarom krijg ik die tekst nu in gedachten? Waarom nu? En dat in de wetenschap dat er honderden teksten in de Bijbel staan. Maar precies die tekst, op dit moment, in deze situatie. Dan moet u niet zeggen dat is toeval. Als u elke dag met de Heer leeft en elke dag uw leven aan hem overgeeft, in zijn handen legt, dan mag u erop vertrouwen dat het zijn leiding op dat moment is. Amen. En vroeger zei ik altijd, ja, nou ja, goed, dat komt in mijn gedachten op. Nee, ik leef dagelijks met hem, dan mag ik ook erop vertrouwen dat hij op het juiste moment dat geeft wat nodig is. Ook als lijden mijn deel is en ik er me naar uitstrek om oprecht te blijven, dan zegt de Bijbel, de Heilige Geest zal voorzien in dat wat je nodig hebt. En hij zal onderwijs in herinnering gaan brengen wat je jaren geleden al gehoord hebt. Dat geeft een ontspannen leven, toch? Want soms heb je wel eens, ik ook hoor, dan denk ik, ik moet daar en daar naartoe. Dat heb ik soms wel eens met een pastoraal bezoek of als je naar een stervend iemand gaat. En als je zelf gezond bent, wat moet ik zeggen? Dan zit ik op mijn fiets te bidden en dan zit ik iets te bedenken, weet je wel. Dan kan ik dat zeggen, dan begin ik zo, dan bouw ik het zo op. Een heel plan. En dan kom ik er, dan komt niks van terecht. En dan fiets ik naar huis en dan zeg ik, wat is het toch heerlijk verlopen. Die stervende zuster of die stervende broeder heeft mij bemoedigd. Ik met mijn plan op de fiets. Begrijp je? Maar dat is zo wonderlijk. Je mag in ontspannenheid leven. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Wees niet bevreesd. Wees niet bezorgd. Hij zal in alles voorzien. Yahweh Jireh. De Heere zal voorzien. En wat is het gevolg daarvan? Dat je oprechtheid kan vasthouden, ook te midden van het lijden. Ik vind het zo heerlijk dat we dit met elkaar mogen delen. Want je bent zo snel bezorgd en bevreesd. Oh, hoe moet dat? Of wat zal ik zeggen? Of ja, wie ben ik? En wat is mijn achtergrond? En ik kan... Nee, zie op Jezus. En in hem, in zijn woord, door zijn geest, hebben wij alles ontvangen om onbezorgd te leven. Om onbevreesd te leven. En daardoor kunnen we onze oprechtheid vasthouden. En daarom zegt Jezus het. Hij zei het tegen zijn discipelen toen. Hij zegt het tegen ons vandaag. Ik zend je als schapen kwetsbaar, te midden van de wolven, rovers, jagers. Maar wees oprecht als een duif. Wees een boodschapper van oprechtheid. Laat bitterheid geen grip op je hart krijgen. Maar laat de gezindheid van Jezus in u zijn. Laat die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Nou, dan heb je wat te vertellen vandaag. En je kinderen, aan je kleinkinderen, aan de overheden, aan de macht in deze wereld. En dan mogen we tegen elkaar zeggen, rust mijn ziel, uw God is koning.